Ik sta op de luchthaven van Curaçao. De eerste vlucht met Amerikaanse hulpgoederen moet zo landen. Maar we zijn laat. Wat? Het vliegtuig is geland. Ja. De overheid van Curaçao en die van Amerika heeft ons uitgenodigd om het laden en lossen van die hulpgoederen met eigen ogen te aanschouwen. William Remy, mijn perscontact bij het Amerikaanse consulaat, wacht mij op. Ah joh, hoort er allemaal bij, hè? Maar is dit het enige vliegtuig wat komt of komt er nog meer? Nee, morgen komt er ook nog. Maar dit is eigenlijk de eerste. Even later brengt hij me bij Margaret Hawthorne, de Amerikaanse consul. We kennen elkaar op dit kleine eiland en mogen elkaar tutoyeren. Margaret, how are you? Good to see you. How is good to everything? See you too, yeah. Hello, hello. Exciting. Hi. Or not? Yes, very exciting. Big day for Curaçao too, I think. You know. Yeah, why? Because it's part of the whole international community effort on this very important issue. De consul vindt het een belangrijke dag vandaag omdat Curaçao nu onderdeel is van de internationale hulpverlening voor Venezuela. En het blijft niet bij één vliegtuig. One pallet came in today at noon on the earlier flight. There are five pallets coming in, we understand. It kept changing during the course of the day, but five pallets coming in on this flight and six pallets coming in tomorrow. It's all meant for Venezuela. Er was dus al een vlucht afgelopen middag en morgen komt er nog één. Vraag is of al die medicijnen en andere hulpgoederen Venezuela ooit bereiken. Wat zijn de kansen, vraag ik Margaret. Yeah, the goods arrive in Curaçao, but what is the prospect of bringing them to Venezuela? Well, I mean, it really depends on Mr. Maduro and, you know, and what happens in Venezuela. We want to make sure that they can be delivered safely, efficiently, and to the people who need them. And so far, he hasn't allowed, as you've seen, he hasn't allowed, you know, the humanitarian aid to come in. Which might result in a stacking of warehouses here in Curaçao. It might. Lastig dus. Maduro staat nog steeds niet toe dat Amerikaanse hulp zijn land binnenkomt. En daar is Amerika toch afhankelijk van. Voor je het weet liggen de opslagloodsen van Curaçao maanden vol. Later op de persconferentie wil de Amerikaanse consul haar statement over Maduro wel kracht bijzetten. We call on Mr. Maduro again to, as we have many times, to allow humanitarian aid to enter Venezuela safely and efficiently and allow the people of Venezuela who have been suffering for so long to receive this aid. Premier Eugène Ruggenaat zat tijdens de persconferentie naast consul Margaret Hawthorne. Voor hem heb ik nog een speciale vraag. In het persbericht van de consul van Amerika is gesteld dat een deel van de hulp ook voor Curaçao bedoeld zou zijn. Kunt u dat toelichten? Ja, er is een bereidbaarheid ten opzichte van Amerika in onze gesprekken. Dat als het mogelijk in samenwerking is met NGO's, maar ook lokale NGO's, dat die humanitaire hulp migranten hier ook kan dienen. Dat ze bereid zijn om dat ook beschikbaar te zetten. En geldt dat dan voor alle Venezolanen hier, dus ook degenen die geen papieren hebben? Het geldt voor alle migranten die hier tijdelijk zijn, ja. Ook hulp dus voor Venezolanen die illegaal op Curaçao verblijven. En dat is nieuws.